Welkom terug. We zijn intussen donderdag. Ik ben net thuis. Mij een beetje geprept. Timo gaat er zo meteen aankomen met de frietjes. Frietjes op donderdag. Ik weet het, een afwijking van ons gewoonlijk schema. Maar ik denk dat ik het al had aangekondigd. Ik ga vanavond nog eens naar een beauty event. Dat is al ik weet niet hoe lang geleden. Ik ben daar zelf een beetje kieskeurig in geworden. Ik heb niet echt de tijd om naar alles te gaan. Plus, ik wil ook gewoon gaan naar de dingen en de merken die dat ik echt, echt tof vind. En natuurlijk zat corona ertussen, dus dat heeft alles een beetje in het water gegooid. Maar vandaag is het zover. We gaan nog eens naar een event van Kiehl's. Het is een beetje oldschool, want Kiehl's was het allereerste merk dat ons uitgenodigd heeft. En met ons bedoel ik de oldschool Belgische beautybloggers. Ons uitgenodigd heeft in Antwerpen. Ik weet het nog, dat was een persevent. Was ook nog met journalisten erbij. En dat was eigenlijk wel super interessant. Er was iemand daar om, ik denk, de lancering van het Midnight Recovery Serum voor te stellen. En dat was eigenlijk wel super leuk om een keer mee te maken en er meer over te horen. Vandaag is het een beetje een herintroductie met het merk. Ik denk dat ze al hun producten gaan uitgesteld hebben. Ze hebben gezegd van kom het New York style ontdekken. Dus ik ben super content. Als ik niet naar New York kan, dan ga ik gewoon even naar Brussel. Waar ik ook een portie New York op mijn bord krijg. En ja. Dresscode is street style. Nu ben ik niet meer zo hip en happening. Dus ik ga gewoon mijn sneakers aantrekken. Ik heb een kleiner crossbody tasje genomen. Om over mijn schouders te draperen. En dat zal dan de street style zijn, samen met nog een lederen jasje. Maar ik ga natuurlijk voor de skincare. En ja, ik ben super, super benieuwd. Heel leuk om nog eens naar een event te gaan. Ik mocht een plus one meepakken. Dus het is niet zo'n formeel event. Het is meer een, ik denk, een walk-in. Je maakt een beetje kennis met de producten. Je kunt nog iets drinken. En dan ja, kun je vertrekken, denk ik. Ik denk dat het zoiets is. Ik weet het niet. Ik ben nu even gewoon aan het gokken. Dus ik mocht een plus one meepakken. En Timo komt mee. Ja, uiteraard. Kiehl's ook zeer leuk voor de mannen ook. Hè. Alles is unisex. Ze hebben niet echt zo... Ja, ze hebben wel een lijn voor mannen, maar voor het overige eigenlijk is alles toegankelijk. En ze hebben gewoon heel goed spul voor op je huid te smeren. Zeer benieuwd naar. Ik weet niet of je het kan zien, maar daar in het midden en daar aan de rechterkant zitten weer potverdorie met iets dat op molshopen lijkt. Het kunnen dus mollen zijn, maar evengoed een woelmuis of een woelrat. Maar... De hopen zijn nu wel redelijk groot, dus ik denk wel mollen. We hebben al van alles geprobeerd. Ik denk dat het nu tijd wordt voor de klem. Ja, de mol moet eraan. De frieten zijn binnen. Intussen hebben we ook het verkeer naar Brussel getrotseerd en zijn we toegekomen. Het is in Etterbeek te doen. Ik ben er vrij zeker van dat ik hier ooit al eens geweest ben. Want dat is op een site waar er zo'n mooie zaal is eigenlijk. En op dezelfde site heb je de kantoren van Delvaux. En dat weet ik nog van toen en dat is mij altijd bijgebleven. Dus vandaar. We hebben hier parking gevonden aan de kant van de weg. Blauwe schijf is het hier. Dat is ideaal, niet betaald. En dan gaan we zo meteen nog eventjes wachten, want we zijn een beetje te vroeg. Maar over een kwartiertje gaat het evenement van start en dan zullen we zorgen dat we daar zijn. Yay! Bonsoir, goedenavond. Hallo. Goedenavond. In de wagen, terug op weg naar huis. Ik heb dan nog zo een donut meegechoept.
voor onderweg. En ja, we hebben dus de skin test gedaan. Ik moet zeggen dat het veel beter meeviel dan ik dacht. Ik dacht, oh my god, rimpels en zonneschade en zo. Maar ik had vooral hier rimpeltjes, maar dat ik van nature heb ik heel veel lijntjes onder mijn ogen. Dus ze zeiden van ja, daar vooral hydrateren. Wat was het nog? Een beetje textuur. Was het textuur? Ja, textuur. Kon ik met de juiste serumjes en maskertjes nog een beetje de textuur verfijnen. Maar voor de rest zaten mijn resultaten vrij mooi in het groen. Dus ik was eigenlijk heel tevreden. Yes, al dat smeren, dat helpt toch wel, hè? Voor het overige, ja, de muziek ging luider en luider, dus het was moeilijker om daar te babbelen. We hebben nog een stekjescursus gedaan, dus we hebben geleerd hoe bij planten een stekje te maken om een nieuwe plant te creëren. We hebben wat exemplaren mee naar huis, dus wie weet krijgen we nog wel groene vingers. Who knows? Ik ben er tot nu toe altijd in geslaagd om mijn binnenplanten te laten sterven. Buitenplanten, daar ben ik beter in, maar die kunnen ook zo wat beter voor zichzelf zorgen. Hele leuke donderdagavond. Ik heb ook wat video op mijn telefoon gezet, dus ik ga proberen er een reel van te maken voor de allereerste keer. Wish me luck. Anyway, morgen een nieuwe dag, een nieuw evenement op vrijdagavond. Tot morgen. Een hele goede avond. Het weekend is begonnen. Yay! En waar zit ik? In de parking van het werk. Je zou denken, wat ga je doen? Het is wel iets leuks. Onze personeelsvereniging heeft een award show georganiseerd. Kon dus mensen nomineren voor best geklede, krakend vak, smakelijkste lach, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus misschien zijn er zelfs echte Oscarbeeldjes te verdienen. Who knows? Ik ben in elk geval genomineerd. Dus ik ben op mijn paasbest naar hier gekomen. Ik heb mijn hakken bij, ik heb met platte schoenen gereden. Dus ik ga eventjes in mijn bureau mijn schoenen wisselen. Dan gaan we eerst eten. Eerst is het eten en pas om 7 uur is de awardshow. Spannend! Voilà, ik ben even naar het toilet kunnen gaan. Ik ben helemaal geswitcht. Mijn tulle rok aan van Anthropologie en mijn geweldige hakken van Morobe, die ook al ettelijke jaren oud zijn. Zo beter gaat kunnen zien. Sorry, al die tulle. Oké, even mijn collega's gaan zoeken en dan kunnen we gaan eten. Oké, mijn lift selfie dan maar. Oh, de rode loper. En de winnaar in de categorie krak in het vak is Salacia. Een hele goede middag intussen. Het is al ruim 2:30. Oké. De dag is wat later begonnen. We hebben een beetje uitgeslapen. En dan hebben we huishouden moeten doen. Want ja, donderdagavond, vrijdagavond waren we weg. Dus ja, het huishouden is een beetje blijven liggen en het moest toch gedaan worden, want dat stof verschijnt elke week weer. Het was tijd om te stofzuigen en ja, de was te doen. Ik ben nu nog altijd bezig trouwens, maar dat komt zeker goed. Dan heb ik gesport. Goed gezweet, ben klaargemaakt. Ik heb terug een jurkje aan, mijn laarsjes uit de kast gehaald. Het is blijkbaar wel nog een beetje warm buiten, dus dat wel, maar het is zo ja, typisch herfstsfeer. Het zijn ook de Geneverfeesten in Hasselt dit weekend, dus er is veel ambiance in de stad. Maar we moeten wel dringend iets gaan eten, want ik heb honger. En als je het nog niet door had, gisteren, ik was 2 keer genomineerd. 1 keer voor best geklede vrouw, die ik niet gewonnen heb, helaas. Mijn collega heeft die gewonnen. Ik ben heel blij voor haar, maar ik had die toch wel heel graag willen winnen. En krak in het vak, als in de nerd met de bril en de tandjes. Ja, kijk, bon. Krak in het vak. Ik wist van mezelf dat ik een goede jurist was, maar bij deze is het ook nog eens bevestigd door de collega's. Dus dat is zeer leuk om te horen. Ik ga de mok terug meepakken naar het werk. Ik wou hem nog laten zien op de vlog, maar ik ga die terug meepakken naar het werk volgende week. En dan mag die daar staan voor als ik een theetje wil drinken. Ja, het is gigantisch beginnen regenen. Dus we gaan dat weer wel. Maar we zijn hier om te kijken of het als chocolade letters zijn. Chocoladeletters enkel online of liefst online te bestellen, dus dat gaan we doen.
Ze zijn eigenlijk om mee te nemen naar Dubai, naar de nichtjes. Die ja, dan Sinterklaas chocolade hebben. Nu gaan we proberen. We zijn half verslopen, maar we hebben een plekje bij de Bottega Bistro. Eigenlijk was dat gewoon het eerste dat we zagen waar we binnen konden lopen, want het is echt keihard aan het schieten. Ik hoop dat het tegen straks een beetje minder is, maar we kunnen ook lunchen tot 4 uur. Dus het wordt hier een gezonde salade. Standpunt vers, mijn geitenkaas en pompoensalade. En Timo heeft een toosje met champignons. Bouillon. Het gaat smaken. Wij zijn intussen helemaal terug thuis geraakt. En er was heel veel ambiance in de binnenstad, redelijk wat volk, ondanks het feit dat het keihard regende toen wij toekwamen. Daarna werd het droog en kwam het zonnetje uit. Het was redelijk wat entertainment. Ik heb een paar dingen proberen filmen, maar je kon eigenlijk overal in de stad terecht voor optredens en acts. En ja, uiteraard ook Genever, want het zijn de Geneverfeesten. We zijn dan ook even bij Koffiecafé langs geweest. Die waren nu helemaal ingericht, versierd voor Halloween. En ik had dan ook een special genomen, maar ik had dat niet goed gelezen. Ik had gezien dat er knettersnoep in zat en witte en bruine Maltesers. Dus ik dacht, oké, top. Maar blijkbaar zat er ook zo een Baileys chocoladebal in. Dus een chocoladebal gevuld met Baileys likeur. Maar ik neem op dit moment iets van medicatie waarmee ik geen alcohol mag drinken. Dus ik was wel even, toen ik die bal in mijn mond had, dacht ik, oh, this is not good. Dus ik heb die er terug uitgehaald, in een zakdoekje opgevangen. En zoveel mogelijk van die likeur uitgespuwd. Maar ja, ik heb misschien dan toch iets binnen. Maar hopelijk niet al te veel. Ik zal wel merken als ik straks pijn begin te krijgen, dan weet ik van waar het komt. We zijn dan ook even boodschappen gaan doen. En we gaan vanavond voor een apero-bordje. We hebben een bordje geprept met een beetje kaas. Oh, en zo peperkes, anchovies, kipspiesjes, olijfjes, salami en tomatjes. En we hebben ook stokbrood gekocht. Dus eigenlijk ja, kunnen we gewoon zo draaien en nemen wat we willen. Yummy! Goedemorgen, wij zijn weer op pad dit weekend. Stokzeil van Balo, dat is een interieurwinkel in Hasselt, waar we graag een keer gaan kijken voor het mooie interieur. Maar ze doen één keer per jaar een stokzeil. Dan kan je natuurlijk leuke dingen scoren aan betere prijsjes. We hebben geen idee wat er gaat zijn. Vorig jaar zijn we geweest, vorig jaar of het jaar daarvoor? We zijn alleszins in coronatijd zijn we geweest. Toen moesten we buiten aanschuiven, toen waren we ook al wat later. En toen ja, waren er al heel wat mooie dingen weg. Dus nu gaan we ietsje vroeger en hopen dat we meer keuze hebben. Ik denk dan vooral aan accessoires voor het interieur, à la geurkaarsen en kussentjes enzovoort. Dus ja, heel benieuwd om te zien wat er gaat zijn. Ik hou wel van een lekkere geurkaars, dus daar kun je me altijd plezier mee doen. Oké, okay, we made it. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat ik een rij zie waar we moeten gaan aanschuiven en dat er hier veel mensen staan geparkeerd. Ik ging nogthans om 10 uur open, het is 20 na 10, zo heel laat zijn we nu ook niet. We gaan intussen een half uur aan te schuiven. We zijn er bijna. Hallo. We're in, maar de good stuff is precies al verkocht. Maar we moeten nog naar deel 2. Part 2, here we go. Ofwel niet te koop of zijn al verkocht. Ik denk dat het daarop neerkomt.
helaas. Oké, we staan terug op ons parkingske, de zandparking. We hebben hier 2 uur doorgebracht, waarvan we waarschijnlijk 1 uur en 45 minuten hebben staan aanschuiven. Maar het is gelukt. We gaan naar huis met 3 geurkaarsen en 2 vaasjes, allemaal in de afslag. Ja, wat was dat? We hebben staan aanschuiven om binnen te geraken in de eerste tent. Dan hebben we daar gekeken, maar ja, merendeel was al weg. Dan hebben we staan aanschuiven om in het tweede deel te geraken, het magazijn. Daar waren natuurlijk de goede dingen ook al weg. En dan had je nog een wand met zo vazen en geurkaarsen en zo. Maar dat was ook de kant waar dat de rij stond om aan te schuiven voor de kassa. Dus eigenlijk was dat heel moeilijk om daar te gaan ruiken. En ja, moest je daar zo doorwringen en dan moest je helemaal terug naar het einde om dan aan te schuiven om te betalen. Dat ging daar kweetnieuw traag vooruit, maar echt slakkengang. Ik snap niet waarom dat zo lang moet duren. Alleen gewoon rekent uit wat het is, betaald en weg. Maar bon, we hebben daar dus kweetnieuw lang staan aanschuiven en nu is het 2 uur later en we zijn weg, onderweg. Dus we hebben het merendeel van onze tijd staan aanschuiven. Een klein beetje gekeken, geroken aan de geurkaarsen, vazetjes gekozen en ja, nu zijn we weg. Maar het was wel de moeite. Allee, de dingen die we gevonden hebben, die we leuk vonden, die waren ook effectief heel goed afgeprijsd. We zagen ook nog een tapijtje staan dat we mooi vonden, maar dat was zo weggestoken. Dat was geen deel van de stokzeil. Die man zei, ja, dat was wel anders een heel goedkoop geweest. Ik zeg, ja, had gekund, hè. Allee, why not? Maar nee. Dus dat hebben we maar gelaten. En nu gaan we terug richting Hasselt. Tijd om iets te gaan eten. People are hungry. Lang aanschuiven staan en door de mensenmassa drummen. Daar krijg je de honger van. Een beetje anders. Een brioche broodje. En dit is Madame Brioche. Het ziet er ook lekker uit. Dus 1 zoet en 1 zout gerechtje. En ik ga uiteraard ook een beetje proeven met jouw lunch. Dat was lekker. Dat was eigenlijk waar we al regelmatig brunch aan huis hebben besteld. En ze heeft nu een, ja, een brunchzaakje. All day breakfast en brunch. Dus we wisten wel dat het lekker was. Dat was geen verrassing meer. Ik vond de porties wel een beetje klein. Zeker ook bijvoorbeeld homemade limonade. Voor 4 euro, zo'n klein glazenke. Dat is, ja, het is een beetje cheapy op dat vlak. Dus dat mocht wel wat meer zijn. En de lunch was zo net wat te weinig. Het mocht wat meer zijn ook. Ja, ik wou graag nog een scone erbij, dat weet je. Maar helaas was die op. Dat hadden ze niet genoeg voorzien. Anders had ik waarschijnlijk wel genoeg gegeten. Maar dat is niet erg, nu ik plaats voor een taartje straks. We zijn nog eventjes langs de rituals en de koffie. Dat zal ik het thuis laten zien. Maar nu zitten we in het mooi versierde koffiecafé. Er is ook een nieuw taartje op het oog staan. Appel, kaneel, pekel. Dat zag er heel goed uit en heel herfstig. Dus dat is het geworden. Goedemorgen. Oh my god, mijn stem. Zondagmorgen. We waren een beetje uitgeslapen. Maar nu komt het harde werk, want we hebben deze week nog geen huishouden gedaan. Dus het moet vandaag. We gaan beginnen met de was. De buit van gisteren trouwens. Kiko, een oogschaduwke. Nude. Eigenlijk voor onder mijn wenkbrauwbot. Want ik gebruik nu dit. Dat is van het Naked Basics palet. En dit is Venus, denk ik. Yes, Venus. Maar je ziet dat die al bijna op is. Het is ook een vrij oud palet. Dus eigenlijk, ja, moet die ook eens weg. Maar ik wil voor 1 kleurke geen volledig nieuw palet kopen. Ik heb genoeg van deze nude kleurtjes. Dus ik dacht, ik loop een keer binnen bij Kiko. Voilà. Er zit wel een kleine shimmer in. Maar bij het swatchen was dat niet zo heel zichtbaar.
Dus ik denk dat dat wel zal meevallen. Voilà, magnetisch. Top. Dan een mini-setje van Rituals, omdat we binnenkort op reis gaan. Dus het doosje. De Sakura-lijn uiteraard, want mijn grote favoriet. Dus we hebben een douchegel, of ja, een shower foam. We hebben een scrub en de hele fijne bodycrème. En nog een mini-kaarsje. Daar ga ik niet mee pakken op reis, maar deze set. Super handig, omdat we niet zeker weten waar dat we gaan overnachten. Straks daarover meer, maar ik zou dus wel iets moeten meepakken. En dit formaatje is net wat gemakkelijker voor in de valies. En als dat op is daar, dan kan dat daar ook blijven. En voor op het vliegtuig, compressie, sokken. Ja, ik heb dat nog nooit gedragen, maar het is wel zeer goed voor de benen. Voor de bloedsomloop, bloedklontertjes te vermijden. Dus we waren gisteren gestopt bij de Decathlon. Dat zijn eigenlijk ook loop- of sportzokken. Maar die geven dus een goede ondersteuning aan het been. Je moet dan je kuit meten en op basis daarvan moet je de juiste maat nemen. Dus niet alleen je schoenmaat, maar ook de kuitmaat is belangrijk. En om onszelf op te laden, ik had in de winkel zo van die smoothies gekocht. Recharge, wat is er allemaal in eigenlijk? Appels, mandarijn, banaan, wortel, perzik, citroensap, gemberinfuus, saflorextract, lijnzaad en vitamines B, C en E. Cheers! De buit van gisteren was ik jullie nog verschuldigd. Dus er was gisteren een stokzeil van Balo. We gaan daar heel graag kijken in Hasselt. Dat is een soort van accessoirewinkel. Hun hoofdwinkel ligt in Mol en daar zijn ook grotere stukken meubels en zo te zien en te koop. We doen één keer per jaar een stokzeil. En dan staan er allerlei dingen. Ik denk showroommodellen die dat ze niet meer gaan zetten, die dat afgeschreven zijn. En dingen zoals geurkaarsen, maar nooit vaste collecties. Dus altijd de limited editions die voorbij zijn. Dat seizoen is voorbij. Die geuren worden niet meer verkocht en die staan daar nog. Dus dan kunnen ze weg aan ongeveer de helft van de prijs, dacht ik. Wat zeer netjes is natuurlijk. Ik heb een zwak voor baobabkaarsen. Ik vind dat die er mooi uitzien, dat die lekker ruiken, dat die mooi branden. En dit is zo een van de limited editions. Filo Oro. Anyway, hij rookt wel lekker. Ik heb geen idee. Staat hier nog ergens op welke geur dat het is? Nee. Ik heb de boekjes en de stickers al weggedaan. Anyway, dit is zo een limited edition kaars. En dat is ook heel mooi. Als die één keer opgebrand is, kun je daar gewoon een standaard generieke kaars in zetten. En dan kun je die hergebruiken. Deze is zo een lekker warme geur. Je hebt netjes terug een doosje, want ja, ik ga die pas eruit halen als we die effectief gaan branden. En dan had je blijkbaar ook een limited edition of een afgelopen reeks van citykaarsen van Baobab. Van locaties, van steden. En dit is Mykonos. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik ben wel in Santorini geweest. Dat ligt er vlak langs. Dus ik vond dat wel een leuke kaars. Dan in de sfeer van Mykonos. De witblauwe huisjes. En die ruikt ook een beetje fris, maar ook een beetje warm. Zo'n beetje het idee van dat je aan een mediterraans strand ligt op een eilandje te genieten van de zon. Voilà, dat is wat deze moet oproepen. En we gaan van klein naar groot. Oh my god, deze hebben we als eerste gezien. En dat is de City kaars van Athene. Ook Griekenland toevallig. Haha. Dit is echt een mega, mega kaars. Die is ook heel heavy. En ook deze vonden we heel tof om nadien dan te kunnen hergebruiken. Zo'n beetje een art deco feel. Athene, Acropolis. Dus dit is meer in die richting gedecoreerd. En ook deze heeft zo een beetje een clean geur, maar toch. Ja, toch weer zo een warme basis. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit in Athene ben geweest of moet als kleinkind geweest zijn. Maar Athene City Trip zou ook nog wel kunnen. Het blijft lekker warm in de herfst en de lente is dan al aangenaam van temperatuur. Zo, wie weet, hè? Is het een voorbode dat we binnenkort of volgend jaar een keer op City Trip naar Athene gaan? Zo, het huishouden is gedaan. Intussen heb ik ook gesport. Dus ik ben aan het zweten. Ik heb even een klein maskerje van Fresh op mijn gezicht gesmeerd. Dan kan dat even alle gunk uit mijn poriën halen. Dat is goed voordat ik de douche inkruip. Dus zoals ik zei,
gaan we logies moeten zoeken voor onze reis naar Dubai. Het was eigenlijk de bedoeling dat we mijn schoonbroer en schoonzus zouden bezoeken. Dat is nog altijd de bedoeling, maar we zouden dus bij hun blijven slapen. Ze hebben een extra slaapkamer, extra badkamer. We zouden daar eigenlijk gewoon gratis kunnen overnachten, wat een reis naar Dubai veel, veel goedkoper maakt. Want de vlucht was al heel erg duur en ja, wow. De hotels zien er al heel chic uit, maar ze zijn natuurlijk ook niet super goedkoop. Dus dan komt het onheil, het ongeluk. Ja, ongeluk komt nooit alleen zeker, zoiets, hè, zeggen ze. Laten we het dan nu maar al gehad hebben. Dat dus het jongste nichtje, het jongste dochterke, was ziek geworden, COVID-test gedaan. Die was niet helemaal sluitend, maar neigde naar positief. Tweede test gedaan, 2 dagen later. Bleek positief. Mijn schoonbroer, Timo zijn broer, die was dan ook al een beetje ziekerig en wat koortsig. En ja, je kunt al raden, hè, dat hele corona gebeuren, dat nog niet helemaal weg is. Of zouden we er nog altijd mee zitten? En het leek ons dan ook niet het beste idee om daar 5 nachten te gaan slapen. Met het risico dat we dan ook ziek zouden worden enzovoort. En ja, ik wil niet in quarantaine zitten in Dubai. Dat willen we absoluut vermijden. Dus we hebben zitten kijken naar een hotel. Het is niet goedkoop, laten we dat zeggen. De conclusie is dat we nu een hotel hebben, maar geen shopping money meer. Nope. We hadden al geld uitgegeven aan tickets voor de Burj Khalifa te bezoeken, voor het aquarium in Dubai, voor nog een skyview over de Palm Jumeirah eiland. Dat konden we allemaal niet terugkrijgen. We hadden ook al uiteraard onze tickets geboekt, vliegtuigtickets. Reisverzekering geboekt. Al ja, het kwam erop neer dat het was van te gaan. Maar dat we dus nog een hotel moesten zoeken. We hebben uiteindelijk eentje gevonden dat ons aanstaat, dat we mooi vonden, dat er goed uitziet. Met het idee van als we niet met hun kunnen afspreken, met de familie, en omdat er toevallig nog iemand ziek wordt of zo, dat we dan tenminste aan het hotel, aan het zwembad of aan het strand kunnen liggen en dat kunnen doen. Zonder al te veel extra budget op te moeten maken. Dus dat is het plan. We hebben een hotel geboekt. We gaan op hotel. Oh my god. Ja, mijn planning. Ik ga mijn hele planning moeten herzien. Maar bon. En weet je, het is wat het is. Hè. Dat kan gebeuren, uiteraard. Maar het is wel shitty voor ons budget. Dubai is niet goedkoop. Ik zeg het maar. Ik denk dat ze nu naar het hoogseizoen gaan. Ja, en onze vliegtickets waren al vrij duur, vond ik zelf. Alleen, we zitten gewoon in economie. Hè. Cheap ass economy. Kettle class. En toch kost dat rete veel geld. We gaan er het beste van maken. We gaan naar Dubai. Yay! Dus vandaag even preppen, volledig scrubben, alles insmeren. Dan kan ik morgen mij insmeren met zelfbruiner om te kijken hoe bleek ik ben. En ik heb een witte bikini, dus dat gaat een beetje afsteken, maar ik zou wel graag een beetje kleur willen op voorhand. Ik heb een strandjurk, ik heb slippers, ik heb sandalen, dus dat komt zeker goed. Het is daar 34 graden als wij er gaan zijn, dus als een zonneliefhebber van zomer en warmte gaat dat mij absoluut deugd doen. Een beetje vitamine D, terwijl hier de herfst bezig is. Zalig. Maar we moeten er eerst nog geraken natuurlijk, dus net geen 7 uur vliegen. Ik ben heel benieuwd om de economy bij Emirates te zien. Ik heb tot nu toe lange vluchten naar New York altijd met Brussels Airlines gedaan. Dus we kunnen een keer vergelijken tussen de vliegtuigmaatschappijen. Of dat economy dan beter is met Emirates dan met Brussels Airlines. Who knows. Maar kijk, ik ga mijn vlogcamera meepakken. Dus je gaat van op de eerste rij alles kunnen volgen.